Hallo mensen, welkom bij een leuke nieuwe video. Dit keer gaan we het over de verhalenwedstrijd hebben van Grepolis. Daar moet je gewoon minstens 400 woorden gebruiken, maximaal 1000 woorden in deze verhalenwedstrijd van Grepolis. Dus een communitywedstrijd op het Grepolis Forum. Ik zal daarvoor een linkje in de beschrijving zetten, zodat je gewoon lekker mee kan doen. Want je moet zeg maar, in de titel zou ik wel je eigen naam zetten. Ik weet niet of je ook de titel, ik weet niet precies. Dan kun je daaronder gewoon, in die topic kun je dan zeg maar je verhaal schrijven. Ik weet niet of die mag werken, dat zou je in de discussie moeten vragen. Ik ben vanuit gegaan dat je die niet mag bewerken. En ik denk gewoon dat, deze verhalenwedstrijd, er wordt heel veel verwacht van de schrijversheld, want dit is gewoon de wedstrijd voor de schrijversheld, want die is hier. En natuurlijk zou voor zijn naam hier heel erg goed in zijn. Want het is niet voor niets de legende van de schrijfpen. En het is, ik hoop gewoon dat de schrijfsheld deze mooie wedstrijd gaat winnen. Want wat zou het raar zijn als de schrijfsheld deze niet zou winnen. En ik denk dat hij ook echt wel behoefte heeft aan wat lekkere goudmuntje. Aan die bijzondere mooie titel van winnaar 2018 in de verhalenwedstrijd. Wat zou dat echt leuk zijn voor deze mooie schrijfheld. Ik hoop gewoon echt dat, ik hoop echt dat schrijfheld deze winnen. Want als dat niet gebeurt, dan ga ik de jury aanklagen wegens corrupte puntenverdeling. Wegens corruptie en schrijfsheld wordt bij deze mooie wedstrijd ook gewoon eerst te staan. En het is voor mij ook de top favoriet. Ik heb zelf ook een verhaal ingetypt en ik hoop dat het gewoon leuk is. Maar ik hoop ook gewoon dat schrijfsheld deze wint. Stel, ik kom in de jury, dan vind ik het ook niet erg om mijn verhaal weg te slaan. Ik zou ook gewoon heel eerlijk zijn tegen op andere verhalen. Want er zullen ook gewoon ook wat slechte verhalen tussen zitten die ik niet aan moi ga vinden. Zullen zijn. Want sommige verhalen zullen echt niet goed zijn. Ik denk dat je zeggen vooral dat de juryleden gaan letten of op je. Na elke zin met een punt eindigt en daarna met een hoofdletter begint. Of de woorden goed gespeeld zijn, het aantal woorden goed zijn. En als bepaalde woorden erin staan die tot een mooi resultaat kunnen leiden. En ik denk dat er ook wordt gekeken naar de originaliteit, denk ik. En ik kijk of het ook niet gekopieerd is van een ander stuk tekst ergens vandaan. En het moet ook Grepolis gerelateerd zijn. Dus ga je een verhaal typen over Eurovision of over het voetballen. Dat wordt meteen afgekeurd en wordt meteen in het laadje weggelegd. En dan is het gewoon echt finito. En daarmee ga ik ook gewoon zeggen, schrijver gaat deze wedstrijd gewoon winnen. En daarmee ga ik ook gewoon zeggen, ciao, doei, vamos, a la playos. En veel succes verder met jullie leuke, mooie, duistere, geheimzinnige en mooie, dappere verhalen. Doei!